Good morning guys, ik wil jullie dit laten zien. Ik heb namelijk mijn eerste zwangerschapsbroekje gekocht. En ik heb hem vandaan, hij is echt zo comfy. Ik heb daaronder mijn nieuwe Crocs, ook super comfy. En een crop top van de Zara. Echt heel fijn, ik ben blij dat ik er gewoon lekker vroeg mee ben begonnen. Het is gewoon een maatje S. Heel fijn, comfy, lekker veel stretch erin. I love it. Trouwens, de kamer die jullie nu hier zien, is totaal niet compleet. Dit is de kamer waar ik eigenlijk zeg maar, mijn foto's maak en edit. Hier achter zie je ook allemaal statieven en zo. Dit wordt dus de babykamer, dus hier gaan we precies niks meer aan doen. Dus hij blijft even zo, dat alle spullen eigenlijk binnen zijn. Ik wil jullie trouwens mijn nieuwe bril laten zien. Echt, I love it. Precies wat ik zocht. Hij is van zonnebrillen.com. Ik vond deze parfum trouwens heerlijk. Die had ik bij Skins geroken. Dus ik heb even een testertje meegenomen. Om te kijken of die ook lekker blijft. Oh, dat is wel echt een betere belichting. Zo zie je mijn outfit ook een beetje wat beter. Oh, heerlijke parfum dit. Even mijn brilletje op. Oh. Oh, zo leuk. En deze tas. Ik moet echt weer even een nieuwe tas halen, merk ik. Want ik loop hier elke dag in. Zien jullie mijn Crocs trouwens, guys? Echt, I love them so much. Moet je mijn nieuwe bril? Heel mooi. Ik vind het ook echt heel mooi. Hij zei, dit is geen Balenciaga. Dit is Bottega. We zijn nu bij de tank, want we moeten tanken. Nessim kon echt letterlijk... Hoe is het? Lekker hoor. Nessim kon echt letterlijk 5 kilometer rijden. Dus we hebben het net gered. Ik heb vandaag tenminste Nessim op. Nessim zei het gisteren en nu moet ik het per se hebben. Nessim zei gisteren, ik heb heel erg veel zin in ramen en nu moet ik het hebben. Ik heb zoveel zin in ramen. Echt heerlijk. Ik ben er trouwens sinds kort achter gekomen. Dus als je zwanger bent, dat je geen garnalen meer mag eten. Ik wist dat nooit. Ik zag altijd zwangere vrouwen kapot veel garnalen eten. Dus ik dacht, oh lekker. Weet je, ik dacht dan kan ik ook lekker sushi bestellen met gebakken garnalen, bla bla bla. Maar dat mag dus allemaal niet meer. Dus dan moet ik mijn ramenbestelling ook aanpassen. Of ik geef gewoon de garnalen aan Nessim. En ja, dat wil ik eens melden. Wat is het? The Village. Oh lekker, kijk waar ik tegenwoordig zin in heb, guys. Dus wanneer drink jij dit? Ja, ik heb het sinds kort weer ontdekt en dacht ik, oh echt, dit is wel lekker. Oh. Oh, ik kan het niet meer openen. Oh lekker. Dit is niet een energiedrank toch, of zo? Nee. Het is wel een sportdrank. Nou, er zit geen cafeïne of zo in. Vruchtensmaak met suikers en zoetstoffen. Wat drink jij dit? Ik denk dat je de tweelingen te veel moet drinken. Nee. Wat dan? Dat weet ik niet. Het is gewoon sportdrankjes en zo. Of de baby boy komt eruit als een sporter. Kijk, ik ben dus deze chick geworden. Die zeg maar alles googelt als ze drinkt of eet. En ja, Aquarius mag je dus gewoon. En helpt zelfs tegen misselijkheid. Wow. Nou. In deze parkeergarage hebben we echt een heel mooie herinnering. Ik heb hier een keer Nessim zijn auto gewoon helemaal naar de tyfus gereden. Het was ook nog echt een nieuwe auto. En ik heb hem gewoon letterlijk tegen de paal aangereden. Omdat ik zo'n mooie bocht nam. Wat ben je aan het doen? Kijk, volgens mij is het niet geen weg. Ik zie er echt mooi uit. Ja, Nessie is echt de auto's te kijken nu. Want we willen natuurlijk een gezinsauto. Ja, ik vind hem ook heel mooi. Schat, welke is het trouwens? Dit is een GLB. Oh, maar hij ziet er heel groot uit zo. Dat zeg ik. Hè? We zitten gewoon heel naar gezinsauto's te kijken. En we komen er niet echt uit. We hebben testritjes gehad. En Nessie had dus een droomauto. En we hebben een testrit erin gehad. En we vonden hem eigenlijk helemaal niet zo chill met de testrit. Dus zo zie je het maar weer. Verwachtingen waren gewoon heel hoog. Echt een testrit nemen eerst. Wat gezellig. Wij zijn bij Takumi. Vandaag vieren we dat we de babyboy hebben. Oh ja. Vrij over
praten. Het maakt geen geheimen meer, helemaal niks. Ja, guys, onze gender reveal is gewoon. I love it. Ik had laatst toevallig in de comedy club met misproken. Hoe heet het misproken? Online. Heb je misproken? Misproken. Echt? Omdat ik een stuk deed over onze IVF-ding. Ja. En op het einde zei ik dat het een jongetje, zeg maar, als in hij, zei ik. Oh. De baby. En toen? En toen niks. Oh, lekker man. Ik ben gegaan voor veggie ramen deze keer. Het smaakt best wat. Heerlijk. Een hele goede morgen, guys. Ik heb vannacht echt zo slecht geslapen. Ik heb dus sinds anderhalve week of zo heb ik dus echt last van bandenpijn. En meestal begint het in de avond. Als ik echt een drukke dag heb gehad, als ik heel veel heb gedaan of zo. En meestal als het in de nacht begint, kan ik gewoon de hele nacht niet slapen. Dat had ik dus vannacht. Maar goed, ik moest mezelf even bij elkaar rapen. Want ik heb nu even een interview. Het is best wel vroeg. Ik heb een interview met Algemeen Dagblad. Die komt hier even langs. En daarna komt de fotograaf ook langs. Daarna moet ik nog een paar pakketjes op de post doen van Vinted die ik heb verkocht. En daarna ga ik eindelijk weer mijn nagels doen. Oh, die zien er namelijk echt niet meer uit. Ik kan niet wachten. Normaal gesproken doe ik het echt altijd om de 2-3 weken. Zodat ze er gewoon perfect uitzien. Maar mijn nagelstylist had dus geen plek. Maar ik weet precies wat ik wil. Ik kijk er al heel lang uit. Oh, schattig. Ik is gewoon zo heel lief naar buiten aan het kijken. Jij wilt gewoon naar buiten, hè? Ja, 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 ja. Ja, misschien kan je nog iets in hebben. En als jij hier wil gaan staan, zeg maar, als licht omhoog gaat, daar dan. Ja, ik ben klaar met het interview. We hebben foto's geschoten. Ik vind de foto's maken zo kort als ik ze zelf niet maak. Ik moet nu de Vinted pakketjes even inpakken en opsturen. Oh, Nessim is aan het werk. Ik heb de Zoom meeting. Ik had vandaag echt zoveel willen doen. Maar ik lig de hele middag al in bed. Ik heb het ook de hele tijd koud. Dat is echt gek, want Nessim heeft het echt super warm. Ik heb het koud. Ik zit hier gewoon met een dikke badjas. Ik heb nog een deken over me heen. En ik heb een pizzaatje besteld bij New York Pizza met een bloemkoolbodem. Want dat vind ik zo lekker. Ik kon niet kiezen, dus ik heb lekker voor veggie gekozen en voor pepperoni. En ze hebben dus bij New York Pizza, ik weet niet of jullie het weten, halal pepperoni. Dus die bestelt hij ook altijd. Dat is echt lekker. Guys, ik hoorde hier gekraak uitkomen. En het kon natuurlijk niet anders dan dat deze terrorkat erin zit. Hoe ben je erin gekomen, Dinar? Hoe kan het zijn dat hij helemaal dicht is, terwijl jij erin zit met je dikke hoofd? Guys, ik kom net uit mijn bed. Ik heb even lekker gerust. Ik heb een paracetamolletje genomen voordat ik ben vertrokken. En ik heb lekker mijn waterfles, een beetje de plek om goed water gaan drinken. Ik ben ongeveer een half uurtje onderweg naar mijn nagelstylisten. En dat is voor mij perfect, want dan werkt de paracetamol gelijk daar, hoop ik. Ik heb echt minimale dosis genomen. En ik hoop dat die werkt. Ik heb geen zin om paracetamol zo te slikken eigenlijk. Dus ik ben bij Stella en kijk, mijn lelijke nagels zijn er vanaf. Ik ga vandaag voor een basiskleurtje, Biap, voor Dolly. Ik wil eerst voor iets heel geks gaan, maar ik wil gewoon voor een mooi basiskleurtje. Nou guys, perfect. Dit is waarschijnlijk de laatste shot die jullie gaan zien van onze woonkamer met deze tafel. Onze salontafel gaat weg, guys. Ik heb hem verkocht. En ja, ik denk dat ik een paar weken zonder moet. Want de andere komt echt pas over een paar weken binnen. En het was voor ons gewoon onhandig. Het is echt een heel mooi ding. Ik ben er nog steeds verliefd op, maar... het is voor ons nu gewoon onhandig. Wij moeten nu even voor meubels kiezen die iets praktischer zijn. Ook onze bed gaat weg, want die is nu heel laag. En ik begin er nu ook echt last van te krijgen.
Dus ja, we gaan even hiermee starten. Daar is onze kledingkast van de IKEA is binnen voor onze slaapkamer. Ik ben hier zo blij mee. We hadden hier zo'n hoek die ik nog moest vullen. Was helemaal leeg, dus ik vond het een beetje zonde. Dus we hebben hier een extra kledingkast neergelegd. Oha! Mijn kamer is nu echt een zootje, dus ik film even niet alles. Maar hij zit hem hier zo in de hoek. En hiernaast hebben we een heel groot spiegel. Ideaal. I love it. En we moeten ook echt lampen gaan kopen. Heb ik jullie het nou al laten zien? Volgens mij wel. We hebben hier nou dus een kas. En ik ga hem vandaag even vullen. Wij hebben dus gisteren bij de IKEA allemaal kledinghangers gekocht. Witte. Want ik heb alleen die zwarte. En ik ga nu gewoon lekker alles ophangen in de kasten. Ik hoop dat we er genoeg hebben gekocht. Maar dat moet volgens mij goed komen. Ik heb dus vanochtend lekker een haarmasker in mijn haren gedaan. Nu is mijn haar heel fluffy en zacht. Alleen na een haarmasker heb ik nooit echt heel mooie volume. Meestal vind ik het de volgende dag nog mooier. Plus, ik ben nu lekker kroketjes aan het maken in de oven. Ik had er zoveel zin in. Maar ik woon niet uit huis en ik had nog lekker ovenkroketjes. Even kijken. Deze kast is een beetje te hoog voor mij. Kijk. Maar het is voor mij beter om het zo hoog te doen. Want dan heb ik onder nog heel veel ruimte. En stel je voor je hangt een jas of zo. Op een lange vest, dan heb je daar ook gewoon ruimte voor. Anders kan ik hier lekker onder. Oh, lekker kroketjes. Heerlijk. Het gebeurt mij trouwens altijd in de oven. Dan knalt er altijd eentje open. En ik moet ze gewoon doorbakken, want ze moeten gewoon echt, echt goed krokant zijn. En lekker veel mosterd. Guys, heb ik jullie al verteld dat ik in het eerste trimester gewoon letterlijk elke dag één kroketje moest eten. En that's it. Dat was het enige wat ik wou eten. Besef zeg maar dat ik echt absoluut geen vlees wou eten. Echt helemaal niks. Maar een kroketje kreeg ik wel binnen. En ik vond mijn kroket van de McDonald's echt super lekker. Dat is ook echt het enige wat ik at. Dus het was eigenlijk niet super ongezond. Dus om eerlijk te zijn dacht ik echt dat ik heel raar was. Maar daarna hoorde ik echt dat heel veel vrouwen gewoon precies hetzelfde hadden. Ze gewoon echt kroketjes wilden eten.